Tim, ken je dat boek? Want ik heb het nu gelezen en ik heb geen klachten meer. Ik dacht dat die triggerpoints, die verkrampingen in de spieren, de oorzaak waren van pijnklachten. Wat ik toen nog niet wist en nu wel, was dat de daadwerkelijke onderliggende oorzaken van überhaupt het ontstaan van pijnklachten die niet vanzelf overgaan op korte termijn, zit in het zenuwstelsel en in onbewuste patronen. Het idee van van jouw onderbewuste en van het ontstaan van klachten is namelijk dat jouw lijf de pijn gebruikt als een afleidingsstrategie. Mm-hmm. En dat jouw onderbewuste jou laat focussen op je lijf, doordat je bijvoorbeeld een pijntje hebt. Als je dat dus weet en je weet dat jouw onderbewuste systeem jou eigenlijk probeert te onthouden van het voelen van emoties en jouw fysieke symptomen laat voelen, dan geeft bijvoorbeeld een massage zo'n vergelijkbaar afleidend effect. Welkom, my name is Matthijs and you're listening to Injured Dumbass. Your go-to podcast if you want to get rid of your injuries and optimize your health. I've seen more than 40 physiotherapists, podiatrists, had a knee surgery, an MRI scan and saw many more professionals that didn't know how to help me with my injuries. And after 5 years of struggling, a man named Gerben Hierik helped me with a fairly unknown form of therapy called PDTR. He fixed my knee stabilization in 2 hours. Something that all the previous professionals could not achieve. And after that experience, I swore to dedicate my life to learning and sharing problem-solving knowledge. Everything to optimize your health and help you to get rid and stay away from injuries. Tim. Jij bent de bedenker van de Triggerpoint Reset Methode. Ja, klopt. De Triggerpoint Reset Methode is volgens jouw website een natuurlijke en blijvende oplossing voor onder andere chronische rugpijn, nek- en schouderklachten. Dit komt in de vorm van een exclusief coaching- en behandeltraject waarbij de daadwerkelijk onderliggende oorzaken worden aangepakt. En deze methode bestaat vooral uit zachte technieken gecombineerd met mind-body coaching technieken om het zenuwstelsel te kalmeren. Blijvend pijnvrij worden zonder gebruik van triggerpoint massage, dry needling, injecties, kraken, pijnstillers, operaties en eindeloze oefeningen. Het onderbewustzijn speelt hierin een enorme rol. Ja, hoe bedenk je zoiets? In de afgelopen 10 jaar verdiepte jij in honderden boeken, waarin je ook zei gemiddeld zo'n 2 per week. Je volgde gemiddeld zo'n 2 dagen per week in totaal meer dan 450 cursussen of seminars. Je ging op zoek naar de meest effectieve methodes die je kon vinden in binnen- en buitenland. En op basis van deze ervaringen ontwikkelde je de Triggerpoint Reset Methode. Tim, welkom bij Injured Dumbass. Dankjewel. Er is natuurlijk een drive die dit allemaal teweeg heeft gebracht. Dus het lijkt mij interessant om daar eens mee te beginnen. Ja, bij mij is het vooral begonnen denk ik toen ik 16 jaar was. Ik had de ambitie destijds om gymleraar te worden. Mijn doelstelling was een luie gymleraar zijn. Maar ik kwam helaas in het ziekenhuis terecht met een klaplong. En dat resulteerde uiteindelijk in chronische pijn als gevolg. Ik heb 4 keer uiteindelijk zo'n klaplong gekregen. Waar kreeg je die van dan? Er zaten zwakke plekken op mijn longen. Zogenaamde bullae. Dat zijn een soort van blaren. Die zijn tijdens mijn groeispurt blijkbaar ontstaan. Mogelijk door bijvoorbeeld te weinig water drinken tijdens zo'n periode en snel groeien. Mm. En die blaasjes die gingen dus lek, waardoor mijn long inklapte. En ik ben daar toen uiteindelijk een aantal keren aan geopereerd. En vooral 1 operatie die had zenuwbeschadiging gecreëerd. Mm. En een andere operatie die had een hoop littekenweefsel veroorzaakt en een overdosis aan morfine door mijn zenuwstelsel heen gepompt. En dat leverde uiteindelijk chronische pijn op. En ik heb toen een aantal jaren lang specifieke klachten gehad. Bijvoorbeeld uitstraling naar mijn arm. Uitval van een stuk buikspieren. Bepaalde gewrichten, bijvoorbeeld mijn rechterheup die steeds vast kwam te zitten. En ik kreeg heel snel last van sporten, steken in mijn zij bijvoorbeeld. Mm. En niemand die kon mij toen helpen. En wie zag je toen op dat moment? Ik ben destijds naar meerdere fysiotherapeuten geweest. Naar osteopaat, manueel therapeuten. De longspecialist die gaf de schuld aan een brok littekenweefsel, wat heel mooi op een CT-scan te zien was.
De anesthesist die gaf de schuld aan de chirurg dat die het verkeerd had gedaan. En de chirurg gaf de schuld aan de anesthesist dat er te veel morfine doorheen zou zijn gepompt. Maar er kwamen geen oplossingen. Maar niemand had een oplossing. En ik deed allerlei oefeningen, bijvoorbeeld trainen, ook voor die buikspieren. Allerlei massages, kraken, maar dat hielp helemaal niks tegen die pijnklachten. En ik ben toen verder gaan zoeken van, ja, wat zou het nou kunnen zijn? En ik had het geluk dat ik destijds een sportmassageopleiding had gedaan. In een jaar dat ik in de ziektewet zat, op mijn 17e. En een van de bijscholingen van de sportmassage, dat was een workshop triggerpoint massage. En wat bleek nou? Dat er gewoon één heel klein verkrampingje achter mijn schouderblad verstopt, in de serratus posterior superior om precies te zijn, dat die verantwoordelijk bleek te zijn voor... Voor de hele mikmak. Ja, voor uitstraling naar mijn arm, waar ik heel vaak last van had. Van een rare steek die onder mijn schouderblad zat. Van ook de stijfheid in mijn gewrichten kwam uit kleine verkrampingjes in mijn spieren, kwam ik achter. Mm. En met een aantal hele simpele technieken kreeg ik het voor elkaar om die chronische pijnklachten gewoon te elimineren. En ook blijvend? Niet helemaal, want zodra ik mezelf bleef masseren, dan was het een soort van blijvend. Dus ik kon daardoor wel weer gewoon pijnvrij sporten bijvoorbeeld. Mm. Alleen ik moest mezelf continu blijven masseren. Ja. En ik dacht dat dat dan de oplossing was. En ik zag vroeger overal triggerpoints zitten bij mensen. Mm. En ik startte ook op jonge leeftijd mijn praktijk, ook toen ik 18 was, meteen daarna. En ik dacht dat die triggerpoints, die verkrampingen in de spieren, de oorzaak waren van pijnklachten. En ik vond het super frustrerend dat dat toen niet werd gedoseerd op de opleiding. Mm-hmm. Ik studeerde dat jaar fysiotherapie. Ik heb daar 4 jaar op de opleiding gezeten. En in die 4 jaar leerden we eigenlijk nauwelijks iets over die triggerpoints. Welke hogeschool was dat? Dat was de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En ja, ik raakte dus geïnspireerd en gefrustreerd tegelijkertijd dat daar zo weinig over bekend was. En ik ben toen geïnspireerd geraakt om veel te gaan studeren. En zo is het toen bij mij begonnen. Resultaten in mijn praktijk die ik had waren ook goed, dacht ik. Hmm. En waarom zeg ik dacht ik? Iemand kwam bijvoorbeeld bij mij met zo'nzelfde klacht als waar ik last van had. Of bijvoorbeeld met een tennisarm. En dan deed ik 2 of 3 behandelingen. Dan was de tennisarm verdwenen. Hmm. Maar dan weken later kwam zo'nzelfde cliënt weer terug met iets heel anders. Dan hadden ze bijvoorbeeld last van hun onderrug. Of van hun knie. Of misschien wel darmklachten gekregen of zo. En ik dacht dan dat ik een hele goede therapeut was. Dat ik het probleem had opgelost. Maar wat ik toen nog niet wist en nu wel, was dat de daadwerkelijke onderliggende oorzaken van überhaupt het ontstaan van pijnklachten die niet vanzelf overgaan op korte termijn, zit in het zenuwstelsel en in onbewuste patronen. Mm-hmm. En bij die cliënten bleek dus achteraf dat het symptoom zich gewoon had verplaatst naar een andere regio. Mm-hmm. En ik dus de oorzaak niet had aangepakt en misschien zelfs wel het probleem dus daardoor langer in stand had gehouden. En wat deed je toen je tot die realisatie kwam? Toen ik tot die realisatie kwam, toen begonnen 2 dingen te gebeuren. Het eerste was dat ik mijn voormalige werk wat ik deed, waarbij ik vooral dus met mijn handen aan het werk was, veel minder leuk begon te vinden. En dat was best schokkend of frustrerend, want ik had daar dus jarenlang mijn hele identiteit aan gehangen, zo'n beetje. Mm. Maar wat ik ook ben gaan doen, is ik ben natuurlijk toen volle bak gaan studeren op het gebied van, in dit geval, mind-body. En hoe lees je dat? Ik ben allereerst boeken gaan lezen. En het is op zich wel grappig, want op het moment dat ik daar achter kwam, in diezelfde week waren er 3 patiënten die aan mij vroegen van, hey Tim, ken jij dit boek? En dat was een boek van dokter Sarno. En dat heette The Mind-Body Prescription. Mm. En in dat boek wordt uitgelegd hoe dus het onbewuste ervoor kan zorgen dat er bijvoorbeeld zuurstoftekort ontstaat in je spieren en dat er, of in je weefsels, en dat er dus pijn ontstaat. Mm. En
die patiënten die zeiden niet zomaar van Tim, heb je dat boek gelezen? Die zeiden met een extra zinnetje, zeiden ze het erbij. En dat was ongeveer zoiets als dit. Tim, ken je dat boek? Want ik heb het nu gelezen en ik heb geen klachten meer. Moet ik nog terugkomen? Ken je dat? En op dat moment kende ik dat dus niet. En ik ben dat toen gaan bestuderen. En letterlijk alles wat ik heb kunnen vinden over dat onderwerp ben ik gaan vastgrijpen. En dat heeft mijn kijk op de manier waarop ik ben gaan werken totaal veranderd. Wat is er exact veranderd? Nou, het grappige is dat in die boeken staat dat als jij je gaat focussen als behandelaar of als therapeut op de fysieke klachten. Mm-hmm. En dat bijvoorbeeld met je handen aan gaat zitten of gaat kraken of gaat masseren of wat dan ook. Dat dus contraproductief werkt. Het idee van jouw onderbewuste en van het ontstaan van klachten is namelijk dat jouw lijf de pijn gebruikt als een afleidingsstrategie. Mm. En dat jouw onderbewuste jou laat focussen op je lijf, doordat je bijvoorbeeld een pijntje hebt of bijvoorbeeld een kriebeltje. Misschien ken je dat wel, stel je bent uit je nek aan het kletsen, je bent aan het liegen bijvoorbeeld, dat je dan opeens jeuk krijgt, dat je dan moet krabben. En wat er dan gebeurt is dat het krabben een afleidingsstrategie is. Mm. Dan hoef je niet te focussen op de emotie. Mm. En ja, als je dat dus weet en je weet dat jouw onderbewuste systeem jou eigenlijk probeert te onthouden van het voelen van emoties en jouw fysieke symptomen laat voelen, dan geeft bijvoorbeeld een massage zo'n vergelijkbaar afleidend effect. Waardoor wederom de emoties niet naar de oppervlakte hoeven te komen. Hmm. En het probleem dus in stand wordt gehouden. En wat is jouw ervaring dan met het losmaken van weefsel waarbij er wel emoties vrijkomen? Dat is een goede vraag. Het is bekend en dat hebben we natuurlijk ook vaak gezien bij behandelingen, dat als er een verkramping bijvoorbeeld wordt losgemaakt of iets wat er al heel lang zat, dat er dan in één keer allerlei emoties loskomen. Het is ook bekend inmiddels dat letterlijk emoties zich op kunnen slaan in een lijf. En ik zie bijvoorbeeld de triggerpoints, de verkrampingen, of bijvoorbeeld een stuk weefsel wat vastzit, zoals bijvoorbeeld een litteken, ook als een soort van batterij met opgeslagen emoties. Dus uiteraard, als je dat los weet te krijgen, dan wordt er van alles getriggerd in die hersencellen. En dan komt er letterlijk dus vaak wat los. Ja. Het is echt, als je het mij vraagt, meestal niet een permanente oplossing. Dus de manier van triggeren creëert wel dat er emotie uitkomt. Mm-hmm. Echter, als zo'n persoon dat vervolgens weer voor een deel in gaat houden. Ja, het is je kopingsmechanisme verandert niet. Of niet uit gaat spreken. Ja. Wat dan de woorden zijn die bijvoorbeeld bij die emoties horen. Dan blijft het alsnog voor een deel als een residu achter, als een soort van brandend haartje, smeulend haartje in je grijze massa. Mm-hmm. En er zijn dus specifieke systemen, specifieke volgordes als het ware, van hoe je met je hersenen om kan gaan, waarmee je het vuurtje helemaal kan doven. En dat wordt niet gedaan met puur alleen het fysiek behandelen, of met alleen een healing sessie bijvoorbeeld. En dat is dus eigenlijk wat er in die methode van jou gebeurt? Ja. Dus jij hebt eigenlijk een formule bedacht, uitgewerkt, zelf getest met mensen, succesvol. Ja. En nou leid je eigenlijk mensen op om dit trucje te herhalen. Ja, ja, en het is dus niet echt een... Kijk, je zegt nu het trucje herhalen. Het is eigenlijk een heel systeem. Dus we hebben het de triggerpoint reset methode genoemd. Mm-hmm. Over het algemeen vrij verwarrende benaming van de manier waarop we werken. Want heel veel mensen die zien vooral de filmpjes met de triggerpoint reset technieken. En dat is dus het fysiek losmaken van beperkingen en van verkrampingen. Het ziet er heel makkelijk uit. Het is vaak ook vrij simpel. Alleen het is niet de methode die voor blijvend resultaat zorgt. Dus daarvoor hebben we dat hele stappenplan nodig. Waarbij je zonder dat mensen het vaak in de gaten hebben, op een hele specifieke manier een soort van chirurgie in de hersenen aan het doen zijn op onbewust niveau.
En daar hebben al die cursussen en die seminars en die boeken dus allemaal aan bijgedragen. Absoluut. En zou je een paar boeken kunnen noemen? Je noemde net al Dr. John Sarno. Ja. Zijn er nog andere mensen die echt heel veel invloed hebben gehad in het proces, in het systeem? Zeker. Ik zal er een aantal noemen en dat zullen verschillende categorieën zijn. Dus we hebben op het gebied van de mind-body coaching, heel specifiek noemen ze dit de TMS, Tension Myo Neural Syndrome. Daar zijn een aantal experts in. Ik ben zelf vooral fan ook van het werk van Stephen Ozanich. En die heeft een boek geschreven, dat heet The Great Pain Deception. En een andere is Back Pain Permanent Healing. Hmm. Ook de audioboekversie daarvan is extreem goed. En een heel simpel boek vind ik zelf Zero Pain Now van Adam Heller. En daar maken we ook veel gebruik van. En een Nederlands boek zou kunnen zijn Weg van de Pijn van Saskia de Bruin. Dat is een mooie samenvatting van wat er in die andere boeken staat. En die paar boeken, dat zijn denk ik de belangrijkste op het gebied van dat TMS. Als je die leest, dan moet je al een heel eind kunnen komen. Ik heb er zelf een stuk of 20, maar je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te gaan lezen. Hmm. Maar met alleen dat mind-body werk is het vaak al heel lastig om als therapeut zijnde bijvoorbeeld klanten te gaan krijgen. Want dat is niet iets waar de meeste mensen op zitten te wachten. Mensen willen liever niet naar diep naar binnen gaan. Die willen het liefst gewoon op een tafel gaan liggen. En zeggen van hier ben ik. En zeggen van nou hier ben ik. Het zit hier. Ja. En doe er maar wat aan. Dus ook op het gebied van marketing, van psychologie, van het creëren van een ander businessmodel heb ik een aantal inspirators gehad. Degene die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik de stap ben gaan zetten naar het meer op een premium manier behandelen van cliënten, dat is een mix geweest van Garrett J. White van Wake Up Warrior, mm, waar ik nu veel training ook heb gevolgd de afgelopen 4 jaar. En het is begonnen met het werk van Bill Barron. Dus Bill Barron, dat was ook een die specialiseert zich ook op het opleiden van coaches en trainers en therapeuten. En hij leert ze hoe ze zogenaamde premium packages kunnen maken. Okay. En ook om die diensten dan te kunnen verkopen. Entrepreneurship. Ja. En hoe heeft dat geholpen? Het heeft op meerdere manieren geholpen. Je moet je voorstellen dat toen ik een gewone praktijk had, Zorgverzekeraars en zo, toen werkte ik belachelijk veel. En dan moet je voorstellen, dan had ik meestal sessies van 3 kwartier of 1 uur. Hmm. En dan een stuk of 10 patiënten per dag. Dat was gewoon een hele volle werkweek. En dan ging ik dus 's avonds nog studeren. Hmm. En dan meestal in het weekend cursus volgen. Nou, dan moet je voorstellen, sociale leven, dat was niet meer zo best. Ik cijferde mezelf continu weg. Dat was gewoon niet te doen. En zo werken heel veel therapeuten. En die gaan uiteindelijk richting een burn-out. En dat was wat er ook met mij gebeurde destijds. Ik ging richting een burn-out als ik zo door zou gaan. En ik heb op een gegeven moment een switch gemaakt. Ik moest uit mijn praktijkruimte. Ze gingen daar verbouwen in de sportschool waar ik zat. En ik heb het geluk gehad dat ik toen een partner had die heel graag naar Bali wilde. Mm. Dus ik ben met haar 2 maanden naar Bali geweest op een soort van sabbatical. En ik heb in die periode dat businessmodel helemaal omgegooid. Hm. En als je dan het verschil ziet in agenda tussen toen en de 3 jaar die daarna kwamen, dan was het gewoon in mijn eerdere jaren fulltime werken veel te hard. En dan zat er een plafond aan het inkomen ook. Mm-hmm. Maar als je het vergelijkt met die 3 jaar daarna, dan had ik meestal 2 cliënten per week, waarbij ik die 2 cliënten wel de hele dag dan aan het coachen en behandelen was, volgens de Trigger Point Reset methode. Mm-hmm. Ik was ongeveer 1 andere dag in de week kwijt aan het doen van de sales, dus eigenlijk intakegesprekken voeren en een stukje marketing. En een halve dag misschien aan het geven van 1 of 2 losse consulten van bijvoorbeeld 2 uur, mm-hmm, die ook onderdeel vormden van het behandeltraject. Daarnaast had ik nog ruim voldoende tijd om dan te studeren zonder dat ik over mijn grenzen heen ging. Hm. Als je ook het verschil ziet in omzet, dan is zo'n
tweede agenda volgens de triggerpoint reset methode ongeveer 3 tot 5 keer hoger dan de maximum omzet die ik had met een fulltime praktijk, waarbij ik al serieuze tarieven had. Dus ook daarin heeft het enorm veel betekend. Want daardoor ben ik bijvoorbeeld ook de beste cursussen kunnen gaan doen. Ja, de dus beste. Eigenlijk kon je indirect gewoon, of ja, indirect, steeds meer waarde leveren ook voor je, ja, voor je cliënten. Ja, en de resultaten met mijn cliënten die werden dus permanent. En daarvoor dacht ik eerst dat het goed was, maar kwamen ze vaak steeds terug. Mm-hmm. En nu in de massagewereld en in de fysiotherapiewereld zijn de therapeuten vaak blij als een cliënt vaker wil komen of als die weer terugkomt. Mm-hmm. Zie je weer weten te vinden. Maar eigenlijk is dat een slecht teken. Ja, dan zou het niet meer nodig hoeven zijn. Nee, het is eigenlijk super krom. Het is eigenlijk een draaideurindustrie geworden. Ja. En wat ik interessant is, dat vrienden van mij, die zijn ook fysiotherapeut. En door mijn eigen blessurepad heb ik ook al 14 fysio's gehad. Gyro, spodo, knieoperatie. Ik ben bij Harry Hogebos geweest in Schagen. Die is heel erg bekwaam in NMI Trains. Ja. Die mist in mijn optiek dan weer een stukje integratie. En eigenlijk, nou, nu ik ook wat meer weet over lichtwetenschap en zo. En ook het psychomatiek. Begin ik eigenlijk die puntjes aan elkaar te knopen. Leer ik nou eigenlijk ook dat je kan een klacht niet verhelpen door je alleen maar op dit puntje te focussen. En dat is eigenlijk wat men leert op school. En zelfs dan is het niet het probleem aanpakken. Maar eigenlijk is iedereen gewoon symptomen aan het behandelen. Ja. En dat gebeurt overal. En verzekeraars die vinden dat in mij, dus een aanname. Maar ja, het is perfect. Ik bedoel, ze blijven komen. Ja. Het geld stroomt binnen. We houden banen. Mensen hebben het idee dat ze beter worden. Maar eigenlijk worden ze niet beter. Het probleem wordt constant verlegd. Nou, misschien generaliseer ik nou iets te veel, maar het is in ieder geval wat ik zelf heb meegemaakt en wat ik dus ook met vrienden meemaak. Dus ja, ik kan me daar wel goed in vinden. Ja. Maar we hadden het dus over jouw kader, over de mensen die jou geïnspireerd hebben of die nu eigenlijk deel maken van het systeem. Ja. Nou, we hadden dus al over Sarno en de Warrior Week, dus eigenlijk dat stukje entrepreneurship, wat jou in ieder geval de mogelijkheid heeft gegeven om losser te komen staan, kwalitatievere hulp te kunnen bieden aan mensen. Ik zag ook in een video bij jou online staan, ik zag Jim Quick voorbij komen, Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton. Ja. Ja, ik luister echt dagelijks naar dat soort mensen via podcast. Wat voor een invloed hebben zij in het systeem? Ook een enorme. Kijk, als we bijvoorbeeld beginnen met een Jim Quick. Jim is een expert in onder andere accelerated learning techniques. Ja. En het hacken van onder andere het brein. En toen ik fysiotherapie studeerde, toen heb ik op een gegeven moment een cursus Train Your Brain gedaan. En tijdens die cursus leerde ik onder andere snel lezen, geheugentechnieken, mijn rechter hersenhelft veel meer gebruiken. En die kennis en kunde die heb ik ingezet om uiteindelijk die honderden boeken te kunnen lezen. Mm-hmm. Anders was dat een soort van onmogelijke taak geweest. En als ik het daarover had met mensen, dan vonden ze dat een beetje nerdy destijds. Maar zo iemand als een Jim Quick, die heeft wel, onder andere door zijn branding ook en door zijn bekendheid, daar een hele andere draai aan kunnen geven. Dus, ja, hij heeft ook volgens mij Obama geholpen met speeches en zo. Ja, dus hij heeft zo'n acteurs. Hij heeft de X-Men set, geloof ik, de Avengers, dat soort mensen. Nou, en dan is het opeens om dat soort technieken te beheersen. Dus dat heeft mij wel geholpen ook om dat soort dingen te blijven doen. Ik vind het nog steeds lastig als je me nu een snelleestest zal laten doen. Dan zal het niet meer zo fantastisch zijn als destijds. Maar dat heeft me wel ervoor gezorgd dat ik niet ben gaan stoppen. Dat ik niet op ben gaan geven. En me heb laten leiden door wat andere mensen van me zouden vinden. Mm. In plaats van te luisteren naar mijn hart. Dus dat is een stukje Jim Quick. Iemand als Bruce Lipton, die heeft natuurlijk de link kunnen leggen tussen de kwantumfysica, het onderbewuste en de wetenschap. Ja. Ook cruciaal, want als ik het heb over het onderbewuste en over bijvoorbeeld spiritualiteit en de wet van de aantrekkingskracht bijvoorbeeld, dan gaan er bij heel veel mensen ook belletjes rinkelen met een soort van
bullshit. Een soort van bullshit radar. Ja, gelijk hippie butterfly shit. Als je het woord spiritualiteit hoort, dan dan schieten mensen al in een verleden. Dan is het gelijk van geitenwolle sokken. Ja. En als je op dat niveau met iemand wil gaan communiceren, dan kan jij hartstikke goede informatie geven, maar dan komt het niet binnen. Mm-hmm. Dus Bruce Lipton is daar natuurlijk een ster in het maken van die mix, maken van die koppeling, zodat die spirituele kennis over bijvoorbeeld kwantumfysica en gedachtekracht, the biology of belief, dat een echt iets is. Mm. En er zijn heel veel mensen die nu last hebben van bijvoorbeeld pijnklachten, die terug te vinden zijn in een net pak met een stropdas op LinkedIn, die zonder zo iemand nooit open hadden gestaan voor dat soort bewijs. Mm. En dat soort ideeën. En wat dus van Jim Quick neem je bijvoorbeeld die leestechnieken, die probeer je te delen met mensen. Van Bruce Lipton geef je eigenlijk de kennis over van het onderbewuste. En wat voor invloed eigenlijk je denken heeft op je zijn. Ja. Wat zijn er nog meer mensen die benoemenswaardig zijn? Ja, ik denk een mooie is Byron Katie. Dus Byron Katie heeft iets wat ze noemt het werk, the work. En the work bestaat uiteindelijk uit een viertal vragen waarmee je zelfreflectie kan doen. En het gevolg van het beantwoorden van die vragen, dat is dat als jij ergens door getriggerd raakt of geïrriteerd of boos of wat dan ook, dat je door het beantwoorden van die vragen het vanuit een ander perspectief kan gaan kijken en het als het ware kan gaan ombuigen. En ik laat mijn cliënten ook vaak naar haar luisteren, naar het audioboek daarvan. Met als gevolg dat ze daarna bijna niet meer getriggerd kunnen raken. En als er dan een keer iets tegen zit in hun leven, dan passen ze dat principe toe. Gaan ze zichzelf vragen stellen en gaan ze het vooral op zichzelf betrekken. Dus in plaats van dat iemand boos is op een ander, gaan ze kijken, oké, wat heeft dit met mij te maken? Mm. En waar doe ik dit gedrag wat die andere nu doet. Oké. Kunnen we eens een testje doen? Ja hoor. Ik had, twee dagen geleden had ik namelijk, ik heb een ruimte in Maarsen, die huur ik nu. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort kantoor met bed voor mij. Ja. Ik hou heel erg van mijn eigen ruimte en alleen zijn en gewoon als een trein kunnen werken. Gewoon als ik dan in de flow zit voor een project. Maar er stonden in één keer vier Bulgaren in het huis en die waren de kozijnen aan het vervangen. En ik had ook de boel opengebroken bij mijn bovenburen. Die waren gewoon het huis van een Chinese eigenaresse, die spreekt gewoon het Nederlands. Nou, ik kwam er dus s'avonds thuis naar werk. Dacht van even lekker wijntje drinken, koken, nog even wat werken verrichten voor mijn webshop. En ik stond die gasten daar. Ik dacht, wat de fuck is dit nou in godsnaam, jongen? En ik heb ook een keer meegemaakt dat mijn huis helemaal leeg was gehaald door mijn huurbaas, omdat ik pissig was. Dat was wel een lijp verhaal, maar goed. Nou ja, gisteren was mijn ruimte aan de beurt en toen stonden ze in mijn kamer te roken. Mm-hmm. Dus toen heb ik ze vriendelijk gevraagd, jongens, kunnen jullie dat alsjeblieft buiten doen? Mm-hmm. Het was een argument, ja, maar alles staat hier open, dus het waait sowieso naar binnen. Ik zeg, ja, dat klopt, maar dan kun je voor het huis gaan roken. Mm-hmm. Nou ja, fair enough, zouden ze doen. Toen kwam ik drie kwartier later thuis, stonden ze weer in mijn kamer te roken. Dus toen werd ik gelijk pissig. Toen begon ik gelijk mijn stem te verheffen. Jongen, het gaat hierin zitten, het gaat daarin zitten en dit en zo en zo. Jongen, je gaat maar buiten zitten ook. Het was gelijk, er zat een gelijk flinke lading emotie in. En toen dacht ik gelijk, oké, wat nou als ik dit gewoon eens even ga mijn eigen gedrag observeren? Mm-hmm. Waarom reageer ik nou zo? Mm-hmm. Wat neem ik over van bijvoorbeeld van mijn ouders? Want ik heb gemerkt dat wanneer ik bijvoorbeeld bij mijn vriendin was ik hier aan het gamen. En toen was bij mijn ouders thuis aan het gamen. Toen vroeg mijn broertje iets aan me. Alleen ik zat volop in die game. En ik reageerde precies hetzelfde als dat mijn vader vroeger op mij reageerde. Ja. En ik had toevallig een maand geleden Bruce Lipton dus gekeken met London Real. Waar hij dus vertelde dat je onderbewustzijn wordt gebouwd eigenlijk van jaar 0 tot 7 door alpha theta lengtes in je brein. En dat je dan eigenlijk al de gedrag gewoon overneemt. En toen dacht ik, holy shit jongen, dat is niet normaal. En toen dat moment dus met die Bulgaren dacht ik ook weer van ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje zoals mijn vader zou reageren. Ja. Zou je die als voorbeeld kunnen gebruiken? Ja, dat is goed. Ik zal er eerst ook een klein stukje over vertellen qua theorie. Want hoe beter je de theorie erachter begrijpt, hoe makkelijker het ook straks uit je systeem kan gaan.
Dus laten we daar even mee beginnen. Je omschrijft net een aantal situaties waarin je dus reageert op bijvoorbeeld dezelfde manier zoals je vroeger naar je vader zou reageren. Nee, mijn of, vader, of, mijn... of je vader op jou, ja. Zeg maar, dat er dus een sterke koppeling in zit. Nou, ons lijf is in staat om zogenaamde neuroassociaties te creëren. Mm. Iets waar bijvoorbeeld een Tony Robbins het ook vaak over heeft. En vooral op het moment dat jij in een stressvolle situatie bent of een sterke emotie voelt, dan is jouw lijf extra in staat om heel snel van die koppelingen aan te leggen. Nou, laten we dat voor nu even een neuroassociatie noemen. Dat op zo'n moment registreren jouw zintuigen letterlijk alles wat er op dat moment te horen is, te zien is, te voelen is, te ruiken is, noem maar op. Mm-hmm. En te voelen is. Die koppeling wordt gemaakt op het moment dat je later in een enigszins vergelijkbare situatie terechtkomt. En er wordt vervolgens letterlijk iets getriggerd, doordat er een paar van diezelfde componenten die je vroeger ook al een keer hebt meegemaakt, ook registreert, dan denkt jouw onderbewuste, als dat destijds een soort van verkeerd is opgeslagen dus, dat dat hetzelfde is. Hmm. En dat triggert. En dan schiet jouw lijf in een soort van fight and flight response. Ja. En dan is de kans dus ook veel groter dat je je niet meer helemaal kan beheersen. Ja, want dat gevoel had ik dus inderdaad. Van, ik had, ja, het is eigenlijk een beetje overdreven. Dus ik had gewoon prima nog een tweede keer netjes kunnen vragen. Ja. Ja, en dat is dus wat er kan gebeuren. Dus je gaat bijvoorbeeld je stem verheffen of in een oud patroon schieten. En wat er ook veel gebeurt is dat er fysieke klachten ontstaan. Dus dat dan in één keer bij iemand in de rug schiet. Mm. Of dat iemand in één keer een steek krijgt in zijn schouder. Of wat het dan ook was. En dat is ook dan weer zo'n afleidingsstrategie dat het lijf niet weer terug wil naar die situatie van vroeger. Bij mij schoot gelijk in de kyphose. Ik merkte gelijk heel veel spanning bij mijn buik en bij mijn borst. Ja. Dus gelijk die gorilla. Ja, dus er ontstaan direct van die psychosomatische klachten. Ja. En dat is in ieder geval goed om te weten dat het eigenlijk onlogisch is dat je ze überhaupt zou krijgen. Maar dat het te maken heeft met zo'n patroon wat vroeger ooit eens een keer is geïnstalleerd in je brein, maar verkeerde bestandsnamen heeft gekregen. Het is gewoon verkeerd opgeslagen of met een halve error erin. Zo moet je het een beetje voorstellen. Dus dat is het mechanisme wat daarachter zit. Maar vervolgens heb je ook altijd een verhaal in jouw hoofd over wat er wel of niet zou moeten gebeuren met die Bulgaren in jouw huis. Of dat wel of niet oké is dat ze bijvoorbeeld roken in jouw kamer. En dat is dan een story, zoals we dat noemen. Ja. Dus een zo'n verhaal in jouw hoofd zou kunnen zijn, of een mening eigenlijk, zij zouden niet in mijn huiskamer moeten roken. Dus dat is jouw overtuiging. Mm-hmm. En vanuit die mindset ga je in feite met die lui in gesprek. En een van de eerste vragen, of de eerste vraag die een Byron Katie dan zou stellen, die zou zeggen van, is dat waar? Dat ze niet moeten roken bij jou in je kamer. En nou, dat hoeft inderdaad niet waar te zijn. Het zou prima kunnen. Kijk, en nou kan je zien dat je al slimmer bent dan de meeste mensen. Maar de meeste mensen die denken van, ja, dat is niet waar, want dat mag niet. En stel dat het je werkplek zou zijn of een werkplek of wat dan ook, dan mag het zelfs volgens de wet niet eens. Mm. Nou, ik weet verder hun kader niet. Ze spraken ook super gebrekkig Nederlands. Dus misschien is het heel gebruikelijk in Bulgarije dat je gewoon rookt op iemands kamer. Dus het zal wel. Ja. Mijn overtuiging was eigenlijk van, ik had het ze, tenminste als ik terugdenk, van ik had ze even netter duidelijk moeten maken dat het in mijn kader niet gebruikelijk is dat iemand op een kamer rookt in Nederland, naast gordijnen, op een bank zitten, weet je wel, van omdat het allemaal in de ruimte trekt. Ja. En daardoor stinkt naar rook. Ja. Ik rook niet. Ja. Ik vind het niet prettig als er rook in mijn kamer, als het naar rook ruikt. En eigenlijk was ik gewoon te incapabel om dat fatsoenlijk uit te kunnen leggen door emotie. Mm-hmm. Nou, laten we het dus gewoon ontleden en kijken wat er precies gebeurt. Want de volgende vraag die zij zou stellen, dat is, kan je 100% zeker weten dat dat waar is? Dat ze dat wel of niet, of dat ze dat dus niet zouden mogen doen. En dan is het antwoord inderdaad altijd nee, want je kan het dus van allerlei verschillende kanten bekijken. Sterker nog, de vraag is zelfs of dat überhaupt wel daar zou moeten wonen of zo. Of... Nou, dat was mijn tweede gedachte. Ja. En dat zijn allemaal, dat zouden mogelijke conclusies kunnen komen, of kunnen zijn van zo'n stukje zelfreflectie. Hmm.
Maar het antwoord op die vraag is dus altijd nee. Je kan eigenlijk nooit zeker weten dat dat niet waar zou zijn. Dus de volgende vraag is dan, wie zou jij zijn zonder die gedachten? Dus stel dat je er helemaal neutraal in zou staan bijvoorbeeld. En dat het je geen reet kan interesseren of dat ze nou wel of niet roken in jouw kamer. Hoe voel jij je dan? Ja, dan voel je vrij Zwitsers, denk ik. Ja, nou, dan sta je gewoon en dan kijk je gewoon. Ja, en hoe voel je je als je wel jouw oude verhaal gelooft, zeg maar? Dan voel je je gefrustreerd. Nou, dus als je mag kiezen tussen gefrustreerd aan de ene kant of Zwitsers en lekker vrij, welke zou je dan willen? Het liefste. Ik zou in dit geval toch liever voor Zwitserland gaan als ik weer dezelfde situatie. Dus je gaat liever voor Zwitserland. Ja. Maar de grap is, je hebt dat zelf in jouw hoofd te bepalen. Jij kan zelf kiezen voor welke van de twee versies je gaat. Mm-hmm. Dus ga je voor gelijk hebben of ga je voor wat je graag wilt? Het Zwitserse gevoel. Want jouw gevoel, die kan je altijd zelf kiezen. Mm-hmm. En dat kan je alleen zelf kiezen op het moment dat je daar bewust van bent. Dus dat is een beginnetje in dat werk. En als je alleen dit al kan, dan heb je een veel stresslozer leven. Ja. Dan is dat al veel meer ontspannen. Ik voel letterlijk nu gewoon iets meer rust. Dus het is gewoon wat het is. Dus dat is de les die zij je probeert te leren. Dat is to love what is. Zo heet dat audioboek ook. En je hebt er gewoon te dealen met de situatie die is zoals het is. Je kan het ook niet meer terugdraaien. Nee. Ze hebben nou eenmaal gerookt in je kamer. Ja. De vraag is alleen, hoe ga jij daarmee om? Mm-hmm. En dat heb je 100% zelf. Daar heb je 100% zelf de regie over. Maar dan ben je er nog niet. Dan, als je dat kan, dan kan je relaxed voelen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan je droomleven al te pakken hebt. Of dat je er een les uit hebt gehaald. Want dat kan ook nog. Je kan er ook nog iets van leren. Want zoals ik net al zei, de vraag is bijvoorbeeld, zou je überhaupt al daar moeten wonen? Nou, dat is antwoord eigenlijk nee. Of had je al iets kunnen doen zodat ze, had je preventief iets kunnen doen zodat ze er sowieso niet waren geweest? Had je zelf proactiever kunnen zijn? Je gaat ontdekken dat je bijvoorbeeld zelf het niet oké vindt om in jouw kamer te roken. Dat je zelf iets tegen het roken hebt. Mm. En dat zijn allemaal interessante dingen om te ontdekken. Mm. Dus je projecteert in feite je eigen overtuigingen of je eigen shit op de ander. Mm. En daar wordt niemand uiteindelijk blij van. Je hebt er alleen jezelf mee. En terwijl je het ook zou kunnen gebruiken als een inspiratie of een motivatie om te denken van, oh fuck, ik ga nu gewoon alles op alles zetten om bijvoorbeeld te verhuizen. Hmm. Zodat dit nooit meer voorkomt. Ja. Dankjewel voor de les. Steek er nog eentje op alsjeblieft. Ja. Of dat het je motiveert juist om te gaan sporten meteen daarna, zodat jouw longen wel extra goed worden. Of zo. Oké. Okay. Nou, zoiets. Cool. Interessant. Ik had er gelijk inderdaad. Even een zucht. Ja. Gewoon, oké. Nou, inderdaad. En zo'n soort opdrachten doe ik elke ochtend. Dus als er iets is wat me triggert, dan ga ik dat meteen door het beantwoorden van allerlei vragen. En schrijf je dat dan uit? Ik heb er nu een chatbot voor. Een soort van, dat gaat via dat Wake Up Warrior, waar ik mijn coaching volg. Mm-hmm. Ze hebben een app dat heet Attack with the Stack. En de stack, dat is eigenlijk een stapel van allemaal van dat soort zelfreflectievragen. En dat is dan nu via een bot. Mm-hmm. Dus de bot die stelt de hele tijd de vragen. En die zegt op een gegeven moment van, oké, Tim, adem even diep in en uit. 4, 3, 2, 1. Oké, ben je er klaar voor? Oké, ik ben er klaar voor. En dan begint dat ding met die vragen stellen. Die komt binnenkort ook al beschikbaar, geloof ik, voor het grote publiek. Cool. Attack with the Stack heet dat. Nice. Dat is al te vinden in de App Store. Maar dat is in principe dus een onderdeel van de methode. Ja. Stel ik zou morgen zeggen, Tim, ik wil graag dat we samen mij gaan aanpakken en dat we gaan kijken hoe ik van mijn bijvoorbeeld mijn schouderblessure afkom en van mijn knieblessure. Mm-hmm.
Wat gebeurt er dan? Hoe gaat het proces? Ik kom binnen en dan? Oké, ik zal meteen om verwarring te voorkomen. Ik zelf werk niet meer met patiënten. Ik geef alleen nog maar de cursussen. Dus ik ga nu gewoon even het proces doorlopen alsof jij bij een van mijn cursisten terecht zou komen. Er zijn erkende behandelaars die werken volgens de Triggerpoint Reset methode. En de eerste stap is over het algemeen het volgen van een gratis adviesgesprek. Dus dat betekent dat jij een aanvraag in kan dienen via de website. Je krijgt vervolgens een wat uitgebreidere vragenlijst, zodat de behandelaar naar keuze jou ook kan voorbereiden. En vervolgens krijg jij een uitnodiging voor een adviesgesprek. Zo'n adviesgesprek duurt meestal 45 minuten tot een uur. Mm-hmm. En in dat gesprek gaan we kijken of dat we jou daadwerkelijk kunnen helpen. Dus we hebben een soort van checklist waarop we kunnen beoordelen of dat het inderdaad klachten zijn die wij uitstekend kunnen aanpakken met blijvend resultaat. Ja, is het bijvoorbeeld eigenlijk gewoon een softwareprobleem ten opzichte van een hardwareprobleem? Ja. Misschien gescheurde meniscus of zo? Ja. En het voordeel is, de meesten zijn gewoon ervaren therapeuten, zouden een beetje van beide kunnen doen. Hmm. Dus stel dat er bijvoorbeeld iets met jouw schouder ook echt niet functioneel goed staat, qua positie bijvoorbeeld, dan kunnen die behandelaars daar ook wel wat mee nog, extra. Ja. Dus er zijn heel veel soorten klachten die we uitstekend kunnen behandelen. Of op zijn minst een megasprong kunnen geven in het herstel. Mm-hmm. Dus daarop word je gefilterd. Maar we gaan ook eerst kijken of dat jij over de juiste eigenschappen beschikt. En of dat het op dit moment wel voor jou het juiste moment is om er volle bak voor te gaan. Want dat is ook een van de vereisten. Het is de bedoeling dat je dat met 100% commitment gaat doen. Dus niet half. Als je maar half de opdrachten doet, krijg je ook niet het resultaat waar we voor gaan. Dus dat is ook iets waar we naar gaan kijken. Niet iedere cliënt die zo'n aanvraag indient, die komt uiteindelijk dus in zo'n traject terecht. Ook al hebben ze het geld er wel makkelijk voor over. Dus dat is niet de bepalende factor. Nou, vervolgens doe je vooraf ook de investering als je wordt goedgekeurd. En start je meteen met het programma. Maar dat is wel een redelijk forse investering. Ja. Ik heb met Alex voorheen gesproken. Mm-hmm. Die deed dus een voorstel voor 4K. Ja. Als ik het geld had gehad, dan had ik het zo over de balie gesmeten. Nou, ik had het niet. Ik heb het nog steeds niet. Dat is ook de reden waarom ik nu dus bijvoorbeeld die kamer huur. Die is gewoon super goedkoop. Ja. Dus het heeft wel een doel. Ja. Waarom ligt die prijs rond, waarom is dat duizenden euro's? Waar komt dat vandaan? Hoe is dat opgebouwd? Ja, ik zal er een paar dingen over zeggen. Kijk, sowieso zit er een heel groot verschil in de tarieven. Ook afhankelijk van de ervaring van de therapeut, de hoeveelheid van tijd die erin gaat zitten, afhankelijk van ook de klacht waar iemand dus mee komt. Mm-hmm. Dus een gemiddeld traject, gewoon puur standaard 6 weken... voor een therapeut die niet meer helemaal net nieuw is, maar gewoon al wat successen daarmee heeft geboekt, ligt rond de 2500 euro, zoiets. En als het een uitgebreider pakket wordt, zoals in jouw geval vermoed ik dat Alex ook heeft aangeboden, omdat er wat bij getraind moet worden, heel specifiek, dan wordt het al extra. Dan ga je al gauw richting het dubbele daarvan. En de prijs die ligt dus ogenschijnlijk wat hoger, omdat er sowieso omdat de waarde hoger is. Mm-hmm. Dus bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld 1 dag 1-op-1 werken met iemand, dat levert meer op dan bijvoorbeeld 7 keer een los uur. Dus we kunnen dan veel dieper komen. Dus we kijken niet alleen naar het aantal uren dat iemand werkt, maar vooral ook naar het resultaat wat iemand kan leveren. Mm-hmm. Daarnaast zijn de tarieven ook wat hoger vanwege de opleiding en achtergrond van de therapeut. Er zit een heel groot verschil in tussen een ervaren, bijvoorbeeld manueel therapeut nu, die gewoon onderbetaald wordt, versus een ervaren manueel therapeut die betaald wordt naar wat hij waard is. Dat zou al een groot verschil moeten zijn. Dus de meeste huidige therapeuten die gewoon werken zoals ze nu doen, die krijgen al te weinig. En daar zullen zij het ook allemaal mee eens zijn. Maar als je vervolgens ook nog eens heel veel uren gaat steken en extra waardevolle kennis hebt opgedaan, bijvoorbeeld ook mijn training hebt gevolgd,
Nou, dan ben je gewoon weer heel veel duizenden euro's verder in opleidingskosten. Mm-hmm. En ook die worden weer voor een deel verrekend. Die zitten daar dus ook in. En waar wij voor staan, dat is dat een behandelaar of een therapeut niet onderbetaald wordt. En voldoende balans heeft tussen werk en privé, zodat zij ook een burn-out voorkomen. Dat ze ervoor zorgen dat ze genoeg budget hebben om opleidingen te kunnen blijven doen en om coaching te kunnen blijven doen. Om te presteren op hoog niveau. Mm-hmm. Want wat we eigenlijk doen is een vorm van topsport. Alleen dan als therapeut. Dus ook daarvoor is het van belang dat er genoeg marges zitten in de tarieven. Mm-hmm. En dan komt er nog een ander ding bij. En dat is dat we alleen werken met onze ideale klanten. Waarvan wij zeker weten dat als ze doen wat we zeggen, dat het een succesverhaal wordt. Mm. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Een stukje marketing. Want jij kan niet zomaar iedere patiënt aan gaan nemen. Dat is onmogelijk. Dus dat betekent dat je meer aanvragen nodig hebt dan dat je aan kan. En een van de dingen die ik zelf ook veel doe, dat is dus marketing. Mm. Ook dat kost geld. Het maken van video's kost geld. Goede kwaliteit video's. Het doen van advertenties, dat kost geld. Om de juiste mensen te vinden, ben je gewoon een stukje marge kwijt, wat bijvoorbeeld een fysiotherapeut niet heeft. Mm-hmm. Dus ook daar zit een stukje van de prijsopbouw in. Even kijken, wat hebben we nog meer? Het is ook vervolgens marktwerking. Dus de methode, de triggerpoint reset methode, is erg populair. En als jij maar bijvoorbeeld 2 plekken hebt in de week en er komen 10 aanvragen, dan zou je jezelf in de vingers snijden als je maar de helft van het tarief daarvoor zou gaan vragen. Als mensen wel bereid zijn om het te betalen. Mm. Dus ook dat is een factor die meespeelt. En alles bij elkaar, maar vooral het leveren van het resultaat, maakt dat de cliënten alsnog achteraf hartstikke blij zijn dat ze het hebben gedaan. Laatste voordeel is ook dat als mensen serieus bedrag betalen, het commitment over het algemeen flink omhoog gaat. Mm. Wat ook weer een positief gevolg heeft voor de resultaten. Mm. En de reden dat ik het vraag is omdat ik kreeg destijds bij Alex niet echt het gevoel dat hij het goed kon uitleggen. Zoals je dat nu eigenlijk wel doet. Dus fijn voor de rest van Nederland dat ze ook snappen waarom het zo prijzig is. Daartegenover denk ik dan, hoe zit het dan voor de mensen die dat niet kunnen betalen? Is dit dan een manier om ze te dwingen om harder te werken, om dat geld bij elkaar te sparen en alsnog zoiets te kunnen doen? Of hoe zit dat in jouw hoofd? Of hoe zie je dat voor je? En hoe zien die andere therapeuten dat voor zich? Ja, daar kan ik ook iets over vertellen. Ik denk dat er 2 dingen van belang zijn. Als eerste en het meest triggerende, denk ik, waar veel mensen die dat voor het eerst horen van in de weerstand schieten, dat is dat een gebrek aan middelen, zoals geld of tijd, eigenlijk nooit het echte probleem is. Dus dat is het lijkt een oppervlakkig probleem, maar eigenlijk zit het heel diep en is de reden iets anders. Waarom zeg ik dit? Als je namelijk echt iets wil, dus bijvoorbeeld stel je hebt kinderen, en die kinderen die moeten een operatie krijgen, binnen een maand kost 4000 euro. En als jij dat geld niet bij elkaar weet te krijgen, dan ga je kinderen dood. Nou, dan moet je eens opletten hoe zelfs mensen die werkloos zijn opeens aan 4000 euro weten te komen. Dat heeft dan te maken met andere factoren zoals vindingrijkheid, creativiteit, doorzettingsvermogen, commitment, wilskracht, dat soort zaken. Mm-hmm. Tony Robbins noemt dat resourcefulness versus resources, de middelen. Het gaat dus echt om de resourcefulness. Dus in feite, als het echt moet en iemand ziet er de waarde van in en ziet ook duidelijk, dit gaat me meer opleveren dan dat het kost. En diezelfde persoon die heeft ook vertrouwen in jou als therapeut of als coach. En vooral ook in zichzelf. Dat ze weten van, oké, ik ben iemand die gedisciplineerd genoeg is, bijvoorbeeld om zijn huiswerk te doen. Of om de toetjes te laten staan straks. Of wat het dan ook is. Als die factoren allemaal in place zijn, dan zijn zelfs de meest arme mensen, die ik ook regelmatig in zo'n traject heb gehad, in staat om het ergens vandaan te trekken. En soms is dat via een financiering, zoals bijvoorbeeld een lening van iemand anders ook meestal, een familielid bijvoorbeeld. Mm. Soms moet ze iets verkopen.
soms worden ze super creatief en spreken ze een of andere ruildienst af of zo. Dat zou ook nog eens kunnen. Dat zijn allemaal opties waar de mensen die echt graag willen en erin geloven en vooral in zichzelf geloven, waar die dan gewoon, die vinden daar gewoon een oplossing voor. Dus dat is de ene kant van de medaille. Maar aan de andere kant is het ook zo dat heel veel van de oefeningen die wij geven in zo'n traject voor een beetje creatief persoon die wel heel graag wil, maar gewoon het geld echt niet bij elkaar weet te krijgen of het niet kan, die zou ook al gratis of bijna gratis een heel eind moeten kunnen komen. Ik heb nu al in deze podcast bijvoorbeeld meerdere bronnen genoemd van boeken die ze kunnen lezen, van audio's die ze kunnen luisteren. Mm-hmm. Nadeel is alleen dat als je daar geen begeleiding bij hebt en je hebt een knudde discipline, dan ga je er alsnog niet zoveel aan hebben. Dus daar zit best een groot verschil in. Maar doordat bijvoorbeeld met behulp van marketing zo'n boodschap verspreid wordt aan vele en vele duizenden mensen, zijn er per saldo ook een heleboel mensen die het anders totaal niet haalbaar hadden gezien of hadden geacht, die het alsnog wel doen en ook van hun klachten afkomen. Ja. Dus vooral door het verspreiden van de kennis, ik doe het nu bijvoorbeeld met gratis webinars, komen er ook honderden mensen van hun klachten af die ik zelf geen één op één aandacht heb gegeven en die mij ook geen euro hebben betaald. Maar die doen ook weer je marketing, dus dat is ook dat is prima. Ja, interessant. Nou, in ieder geval fijn. Dank voor de uitleg. Ik denk dat dat voor mensen wel interessant is om te kunnen horen. Heb jij nu, hoe is dat in jouw proces gegaan van je klachten afkomen? Want jij hebt voornamelijk jezelf geholpen en je bent al heel veel cursussen gaan doen en zo, maar ja. Hebben mensen jou daar geholpen of hoe is dat proces bij jou eigenlijk verlopen? Nou, wat ik heb gedaan is eerst mezelf geleerd hoe ik dus triggerpoints kon masseren. Dat heb ik vervolgens jaren achter elkaar gedaan bij mezelf. Ik ben ook zelf veel cursussen gaan volgen, waardoor als er een keer iets anders niet helemaal lekker zat, werd dat vaak tijdens zo'n cursus weer aangepakt. Maar dat was meestal allemaal fysiek. Mm. He, dus met de handen. Met de handen gedaan. En dat resulteerde er in de eerste, zeven jaar of zo van mijn bedrijf, ervoor dat ik eigenlijk continu het gevoel had van, oh shit, ik moet misschien weer eens een cursus gaan doen, want ik begin last te krijgen van mijn lies of zo. En ik heb geen zin om mezelf de hele tijd te gaan behandelen. Maar dat was dus niet echt een oplossing. Mm. En vanaf het moment dat ik ook wederom weer zelf met die literatuur aan de slag ben gegaan over het mind-body stukje, ben ik een soort van immuun geworden voor spanningsgerelateerde klachten nu. Dus, zoals? Dus als ik nu echt iets stoms doe, bijvoorbeeld ik heb net bijvoorbeeld 31 uur niet geslapen, omdat ik uit Amerika kwam, daarna 's morgens landde, de hele dag door ben gegaan. Mm-hmm. Nou, normaal gesproken vroeger zou ik hoofdpijn krijgen. Of zou ik daar nu nog last van hebben, een dag later. Of zou ik, als ik slecht slaap of bijvoorbeeld dus een hele dag in een vliegtuig heb gezeten, zou ik last hebben van mijn nek. Dat is nu niet, want mijn lijf herstelt heel snel. Dus als ik een keer, stel dat ik wel had geslapen met een kromme positie, dan zou ik daar heel snel van herstellen. En rugpijn bijvoorbeeld, wat ik vroeger regelmatig had, ik krijg het gewoon niet meer voor elkaar om rugpijn te krijgen. Het gebeurt gewoon niet. Als ik mezelf betrap op gedachtes of triggers of onderdrukte emoties die ervoor kunnen zorgen dat mijn fysiologie verstoord zou raken, dan detecteer ik dat en praat ik tegen mijn hersenen en vervolgens kalmeert de boel weer. Hoe kun je godsnaam onderbewuste gedachten opsporen? Er zijn een aantal processen voor. Kijk, het is wel zo, als je het heel veel hebt getraind, en door middel bijvoorbeeld van schrijfopdrachten heel veel een soort van ongecensureerd journalen. Ja. Dat is een van de opdrachten waar we ook mee werken. Dan kan je als het ware graven in je geheugen. Door steeds in te zoomen op bijvoorbeeld een detail van een herinnering. En als je daar vervolgens op dat detail aan het focussen bent, dan ontstaat gewoon weer een nieuw plaatje in het hoofd.
En daar kan je vervolgens weer wat over vertellen. Of een gevoel beschrijven wat je toen had. Of wat dan ook. Mm-hmm. En op die manier kan je dus in je eigen geheugen gaan vissen, gaan graven. En als je het vervolgens ook nog eens hardop uitspreekt, dan train je jouw mind om die herinneringen uit je, ja, meer uit het limbische systeem, uit je hersenstam, uit het oerbrein, uit je amygdala ook, om die eruit te halen en te verplaatsen meer naar je analytische brein. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de prefrontale cortex. Als je dat vaak oefent, dan wordt dat op een gegeven moment steeds meer automatisch en niet meer iets waar je per se een werkboek of zo voor nodig hebt, maar iets wat zich gewoon automatisch afspeelt, ja, in jouw systeem. Net als traplopen gaat gewoon automatisch, denk je niet meer over na. Mm-hmm. Kun je eens een voorbeeld noemen? Misschien een recentelijk voorbeeld? Degene die nu als plaatje verschijnt in mijn hoofd, die is niet super recent, maar ongeveer 2 jaar geleden. Twee jaar geleden toen woonde ik in een huis met een verschrikkelijke onderbuurvrouw. En die onderbuurvrouw die was volgens mij alcoholist. Mm. En die werd op een gegeven moment een soort van agressief naar ons. Een soort van? Ja, dus die rammen op de deur en zo. En terwijl als wij bijvoorbeeld aan het stofzuigen waren, dan kwam ze helemaal klagen dat we mega geluidsoverlast veroorzaakten. En dan begon ze, ja, dat is bijna bedreigende taal uit te slaan. Dus dat triggerde mij, want ik voelde me daardoor bedreigd. En ik kan me heel goed herinneren, er was iets voorgevallen. Een uurtje later ging ik mijn auto parkeren in Baren, waar ik destijds woonde. En ik kijk even zo omhoog naar het bordje wat naast de parkeerplek stond. Want daar stond iets op van, je mag maar tot zo lang of zo laat parkeren of zo. Mm-hmm. En ik draai dus mijn nek. Ik heb nooit last van mijn nek. En in één keer schiet het in mijn nek. Gewoon alsof ik een hernia had, bij wijze van. En dat zat helemaal vast. En als ik daar logisch naar kijk, wat er op dat moment dus gebeurt, is niet dat ik denk, zoals vroeger, oeh, mijn wervel schiet verkeerd. Of ik heb nu allemaal triggerpoints en ik heb er een hele week last van minimaal. Dat is wat ik vroeger dacht. Ja. Denk ik nu, hey, welke emotie voel ik nu? Dat is het eerste waar ik aan denk. En ik herinner me ook dat ik op dat moment van het draaien van mijn nek aan die onderbuurvrouw aan het denken was. Mm. En dat ik daar eigenlijk woedend op was. En vervolgens wat ik dus dan doe, is ik weet als ik mijn emoties uitspreek, verandert mijn fysiologie weer terug. En is het probleem opgelost. Dus vervolgens loop ik richting de winkels. Mm. Richting de markt daar toevallig. En heb ik ongeveer 10 keer moeten zeggen hoe pist ik eigenlijk wel niet ben op die vrouw. En dat het eigenlijk nergens op slaat dat het nu in mijn nek schiet, want ik maak helemaal geen rare beweging of zo. Dat was gewoon een rustige rotatie. Ja, dus in principe oké. En dan verandert het. Je keek naar het bord en denk, schiet je nek in. Ja. Vervolgens vraag je jezelf, welke emotie voel ik nu? Ja. Het komt langzaam zeker naar boven, of misschien heel snel. Nou, je was woedend op die juffrouw. Ja. Oké, ik ben woedend op de onderbuurvrouw. 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 Dat herhaal je een paar keer. Ja, vooral het woord ik voel. Ik voel. Ja, ik voel me woedend. Oké. Okay. Ja. En vervolgens ebt het weg. Ja, wetende dat het uitspreken van de emoties, ja, het nut van de afleidingsstrategie elimineert. Dus als jij kan communiceren naar jouw brein van, ha, ik heb je door. Mm-hmm. Je probeert mij nu af te leiden, ja, maar dat gaat je niet lukken. Mm-hmm. Want ik weet de oplossing, ik wil gewoon de emotie voelen even. En dat hoeft maar heel kort te zijn. Dan werkt het daarna niet meer. Dan stopt jouw lijf met het creëren van de pijn als afleidingsstrategie. En het is net als een spook in je slaapkamer. Als je een spook in je slaapkamer hebt zitten en je doet de lamp aan, dan in één keer is je spook weg. Dan is je betrapt. Mm-hmm. En dat is wat we eigenlijk doen. We betrappen de hersenen. Mm. En je kan dus ook nog een kort gesprek voeren met je hersenen, waarin je dat dus zegt van, ja, leuk geprobeerd jongens, maar ga niet werken. Eigenlijk omdat jij tegen jezelf vertelt, heeft je brein eigenlijk niet het moment om een smoesje te verzinnen. Ja. Want als jij tegen mij zou zeggen, dan is het in staat om weer iets anders te verzinnen. Ja. Dus dan ben je eigenlijk gewoon met een
op kraan en dweilen. Ja, precies. En het is een kwestie van trainen. Dus als jij letterlijk 100 keer achter elkaar bijvoorbeeld jezelf dagelijks de vraag hebt gesteld. Welke emotie voel ik nu? Mm-hmm. En je bent op een gegeven moment getraind om te beantwoorden op de vraag welke emotie voel ik nu? Dan is dat op een gegeven moment wat de nieuwe default setting wordt. En komt dan nog een shitload aan emotie bij vrij? Weet je wel, zeg je het al gewoon alsof je, weet je wel, met agressie, met woede? Of zeg je het gewoon zoals Zwitserland het zou zeggen? Kan hoeft niet. Okay. Over het algemeen is het wel zo dat als het een echt goede trigger was. Yeah. Of bijvoorbeeld een diep geïnstalleerde verkeerde neuroassociatie. Mm-hmm. Dan merk je wel vaak dat er extra emotie fysiek ook te zien is. Mm-hmm. Of hè, dat je voelt van de spanning neemt toe. Of je ziet het in iemand zijn gezicht of zo. Maar het hoeft niet. Dus je kan ook hetzelfde resultaat boeken door op een hele neutrale manier gewoon uitspreken welke emoties je voelt. Hm. En ook zelfs het opschrijven ervan, mm-hmm, kan voldoende zijn voor ongeveer 30% van de mensen. Maar de meeste mensen hebben het verbale stukje er ook bij nodig. Ja. Oké. En zo ben jij dus eigenlijk van jouw klachten afgekomen. Ja. En kan ik er nu dus ook voor zorgen dat dat mijn lijf ook zichzelf op tijd herstelt op het moment dat ik iets stoms heb gedaan. Ja. Want dat is wel het grote verschil tussen iemand die gewoon pijnklachten krijgt omdat ze iets stoms hebben gedaan, gewoon iets overbelast hebben bijvoorbeeld, versus iemand die dezelfde overbelasting heeft, maar vervolgens niet daarvan vanzelf herstelt. Het verschil tussen die twee is naast de kwaliteit van slapen en eten en licht en allemaal van dat soort zaken, voor het grootste gedeelte gelegen in het verhaal wat ze tegen zichzelf vertellen. Mm. En hoe een onderbewuste zenuwstelsel geprogrammeerd is. Dus wat voor advies zou jij geven aan mensen die dit nou kijken, die geblesseerd zijn, om hier eens een beginnetje mee te maken? Er zijn een paar simpele dingen die ze zouden kunnen doen. Je zou allereerst bijvoorbeeld eens gewoon kunnen googlen op Dr. John E. Sarno en daarover gaan lezen. Er zijn natuurlijk ook meerdere boeken en zo die ervan beschikbaar zijn voor een tientje of zo. Ja, en de film is echt top, die had gestuurd. Er is een film, All the Rage. Super goede film waarin je een duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal mogelijk is. En ook wat je zelf zou kunnen doen. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk ook als je twijfelt of dat het überhaupt wel voor jou geschikt is, dan zou ik je ook adviseren om een gratis adviesgesprek te boeken met een van de behandelaars. Want een van de gevaren van zelfstudie, dat is dat jij geen diagnose kan stellen zelf. En voor hetzelfde geld heb je misschien wel iets ergs of zo. Mm-hmm. En zo'n behandelaar, die kan dat eruit filteren. En die kan zeggen van, hey Matthijs, misschien moet je even terug naar de huisarts. Of even dit onderzoek laten doen. Want mogelijk is dit niet zo'n psychosomatisch ding. Mm-hmm. En je wil dus wel voorkomen, even veiligheid voorop, dat jij de verkeerde diagnose geeft aan jezelf. En vervolgens helemaal gecommitteerd met een boek of iets aan de slag gaat. En vervolgens alsnog niet het probleem aan het oplossen bent, maar juist de symptomen die je zou moeten krijgen aan het verminderen bent. Dus dat is ook niet de bedoeling. Ja. Oké. Okay. Maar in principe dus wat leeswerk van Sarno of wat kijkwerk van Sarno? Ja, ook YouTube staat er helemaal vol mee, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja. Dat is ook een mooi begin om gewoon korte filmpjes over te bekijken. Ik zal binnenkort ook zelf webinars gaan geven geschikt voor patiënten. Waarin ik het hele verhaal gewoon ook uit ga leggen. Mm. Dus daar kan je gewoon gratis aan deelnemen. Dus dat zou ook een optie kunnen zijn. En misschien één opdracht als je niet helemaal fucked up bent. Dus als je gewoon zoiets hebt van, oké, mijn problemen zijn relatief mild. Of ik heb niet duidelijk posttraumatische stressstoornissen of zo, dat soort dingen. Dat zou kunnen zijn gewoon eens gaan journalen. Mm-hmm. Gewoon schrijven over je emoties.
en over de mensen waar je pist op bent en zo. Dat je gewoon eens een lijstje maakt van al je stressfactoren, mm-hmm. alles wat je triggert. Gewoon uit je hele leven? Of gewoon uit je hele leven. Maar je kan beginnen met een recent moment wat je heeft getriggerd. En dan dat je letterlijk ongecensureerd daarover gaat schrijven, inclusief scheldwoorden en zo, die je nooit op video of publiekelijk zou delen. Mm-hmm. Dus dat is dan echt iets waar alleen jij naar gaat kijken. Maar dat is wel zo'n schrijfproces is wel iets wat ervoor kan zorgen dat je zenuwstelsel kalmeert en dat je van psychosomatische klachten af kan komen. Hmm. Oké. Okay. En Tim, hoe ziet jouw dagelijkse leven er nu uit? Wat is je ochtendritueel bijvoorbeeld, je avondritueel? Zijn er bepaalde gewoontes die je hebt waar je absoluut niet vanaf stapt? Ja, heel absoluut is het tot nu toe nog niet bij mij, maar ik leef wat dan heet de Warrior's Way. En de Warrior's Way, dat is een set routines van wat ik heb geleerd bij Wake Up Warrior, waar ik de meeste coaching en training volg. En dat betekent bijvoorbeeld 's morgens vroeg dat ik een set routines heb, waaronder sporten, mediteren, schrijven of journalen, gezond eten of drinken. Dus bijvoorbeeld een groene smoothie of een groentesapje of zo, of iets in die richting. Daar zit in een stukje studeren, mm-hmm. en iets creëren. Dus bijvoorbeeld dat ik een audioboek heb geluisterd, vervolgens daar meteen een kort filmpje over maak van hetgeen wat ik heb geleerd, en dat weer deel met anderen. Dus dat is een serie uiteindelijk nu van 8 verschillende componenten die ik iedere ochtend aftik. En meestal in deze volgorde ook. Dus dat ik begin met sporten. Dus niet meteen eerst op mijn telefoon kijken, maar meteen sporten. Vervolgens ga ik vaak mediteren. Als ik dan thuis kom en ga douchen, dan ga ik iets gezonds naar binnen werken. Als ik dat allemaal heb gedaan, dan pak ik meestal een boek, of ik heb al geluisterd naar een audioboek, en ga ik dat vervolgens, ga ik daar een filmpje of zo over maken. Of voordat ik een filmpje of iets maak of iets schrijf, ga ik eerst een zelfreflectieopdracht doen. Dat lijkt dan een beetje op dat Byron Katie werk, alleen dan uitgebreider. Via die stackbot, de Attack with the Stack, dat doe ik dan elke ochtend. En dan kies ik dus iets uit wat me triggerde. En dan ga ik daar een hele serie vragen over beantwoorden. En er rollen dan een aantal lessen uit. Hmm. Als ik dat allemaal heb gedaan. Hoe lang duurt dit proces al op totaal? Het wisselt heel sterk. Alleen al de stack die ik eerst altijd deed, dat duurde ongeveer 50 minuten. Puur alleen dat typewerk op die computer. Hmm. Ik kan ook schrijven trouwens. Maar meestal ben ik ongeveer 2,5 uur met deze routines bezig. Ik heb ook periodes gehad dat ik om 5 uur 's morgens uit mijn bed kwam en dan was ik om 9:30 pas klaar. Mm-hmm. En dan deed ik de uitgebreide versie ervan en dan was het bijvoorbeeld uitgebreid sporten in de ochtend. Yeah. Ik ben daar nu van afgestapt. Ik doe nu meestal gewoon even kort iets. Wat doe je dan voor sport? Ik doe verschillende dingen. Ik heb bijvoorbeeld, een groot deel van dit jaar heb ik boksen gedaan met een personal trainer erbij. Nou, dat kon dan vaak niet in de ochtend. Dus wat deed ik er dan bij? Ging ik bijvoorbeeld hardlopen. Vanmorgen ben ik de zee in gejumpt en ben ik gaan rebounden. Dus ik heb een bellycon trampoline. Dus dan ging ik gewoon 10 minuutjes springen, een beetje opdrukken en daarna de zee in rennen en weer terug. Een stukje zwemmen. Nou, zoiets. Ik heb de laatste afgelopen maand in Curaçao gezeten. Ging ik elke ochtend snorkelen. Oftewel zwemmen. Ja. Ja, dat wisselt dus heel sterk. Maar het gaat er in ieder geval om dat de doorbloeding op gang komt. Dat je even hebt gezweet. En dat als je dan daarna gaat eten, dat ook je metabolisme beter werkt. En het hele idee van die ochtendroutines is dat je je goed voelt. Mm-hmm. Dus een fout die ik vroeger maakte is dat ik de ochtendroutines ging doen voor het doen van de ochtendroutines. Mm-hmm. Dat ik mijn checkboxjes af kon vinken. Maar dat was niet een duurzame oplossing. Want dan zat ik te stressen omdat ik bijvoorbeeld had gezegd ik ga 5 kilometer hardlopen. En dan had ik maar 4 gedaan en dan vond ik mezelf slecht dat ik dat...
niet af had. Mm-hmm. Of dat ik, dan was ik gefrustreerd over iets, ging ik daar zo'n vragenlijst over doen, die duurt dan 50 minuten, mm-hmm. en dan kreeg ik het niet af. En dan was ik nog steeds of nog meer gefrustreerd. Ja. Ja, en, of dan ging het ten koste van mijn ontbijt of zo. Ja, dat was dan ook niet... Oké. Oplossen. Nou, in principe dus alles om in ieder geval een lekker begin van de dag te hebben, omdat jij dat chill bij voelt. Ja. En beter doorvoelt en beter de dag door kon komen. Ja. Wat doe je nu nog aan studie? Dat is een goede, heel veel. Ik ga dit jaar bijvoorbeeld alleen al heb ik 10 verschillende cursussen in Amerika. Waarvan de meeste van Wake Up Warrior zijn. En dat is, ik ben bijvoorbeeld eergisteren. Was ik op een training, dat was meer business coaching. Dus dan breng ik een probleem in waar ik mee zit. En dan gaat coach Garrett daarop in samen met een aantal van de medecursisten. En dan uiteindelijk rolt er een oplossing uit. Dus dat soort business training volg ik. Ik ga ook daar 4 keer per jaar naar een 2-daagse training waarin we een plan maken voor het komende kwartaal. Dus we werken met een zogenaamde challenge-based lifestyle. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat we op alle gebieden van ons leven een concreet plan gaan maken waar we ons aan gaan houden. En nou, dat creëren we dan tijdens die 2 dagen. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld 2 marketingtrainingen gedaan. De training van ClickFunnels, Funnel Hacking Live en Traffic and Conversion Summit. Nou, dan leer ik de nieuwste dingen op het gebied van met name digital marketing. Want ik heb ook gemerkt dat als ik dat niet doe, dan krijg ik niet meer zo makkelijk nieuwe klanten. Als ik niet een beetje modern bijblijf. Want dat verandert ook steeds, zoals je weet. Mm-hmm. Geeft dat trouwens het stellen van concrete levensplannen, geeft dat niet ook tegelijkertijd stress? Of heb jij een goed onderscheid tussen een craving en een doel? Ja, kijk, je hebt ook nog het verschil tussen stress, eustress en distress. En bij mij creëert het wel een positieve vorm van stress. Dus het creëert net dat extra stukje motivatie en discipline om wel door te zetten, omdat ik heb gezegd dat ik het zou gaan doen. Mm-hmm. Voorbeeldje, ik had vorige kwartaal had ik bedacht, ik ga een, of dit kwartaal, ik ga kitesurfen leren. Nou, zoals je misschien weet, het is heel vaak geen gunstige weer om te gaan kitesurfen. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom zo'n les niet door zou gaan. Het kost ook nog geld ook, dus materiaal en zo om dat te gaan doen. Er zijn 10 miljoen redenen waarom ik al lang was afgehaakt. Maar omdat ik nu heb gezegd van ik ga per se deze zomer een paar levels kitesurfen halen, ben ik tijdens mijn vakantie kitesurflessen gaan nemen. Had ik anders nooit gedaan. Mm-hmm. En ja, dat kostte dan wat extra van mijn tijd en mijn geld. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan. Anders had ik het niet gedaan. Check. In mijn vorige kwartaal was mijn doel, wat ik overigens niet gehaald heb, een eerste bokswedstrijd, officiële bokswedstrijd. Ik raakte geblesseerd. Ze hadden mij, ze hadden mijn leven gekneusd, waardoor ik niet genoeg training kon hebben uiteindelijk om dat te gaan doen. Maar ik was er helemaal niet goed in. En ik vind het in eerste instantie helemaal niet leuk. Dus in eerste instantie levert me dat stress op. Maar op een gegeven moment, doordat ik de training heb gedaan, begon het ergens op te lijken. En ja, merkte ik dat in mijn fysiek. En doe je expres voor heel veel verschillende dingen? Dus kitesurfen, boksen staan nou niet heel erg bij elkaar. Ja, ik probeer inderdaad verschillende dingen te doen. Ik heb vroeger veel obstacle runs gedaan. Nou, dat vond ik op een gegeven moment gewoon niet meer leuk. En iedereen ging het al doen. En nu ben ik verhuisd naar Zandvoort aan Zee. Ik woon letterlijk naast een kitesurfschool. Ja, en dan werkt bij mij wel dat principe van spijt krijgen als ik het niet gedaan heb. Mm-hmm. Dus in dit geval zou ik mezelf voor mijn kop slaan als ik uit het raam kijk, zie dat mensen kitesurfen elke keer. En ik heb de kans om dat te gaan doen. En vervolgens verhuis ik misschien over een jaar weer. En dan heb ik misschien geen zee meer voor mijn neus. En dan ga ik het dus ook niet meer doen. En dan zou ik er spijt krijgen daarvan. Dus zo werkt het dan ook alweer bij mij. Dus vandaar dat ik nu heb gekozen voor kitesurfen. En straks wordt gewoon surfen, denk ik, een van de volgende targets. Oké, check. Maar in principe zijn het heel veel
punten die vooral over jouzelf gaan. Ja, dus niet meer zozeer van, dat het in het kader van nou, marketing in principe, hè, dat is ook om je therapeuten te helpen verder te komen, ja, natuurlijk. Om je business te doen groeien. Ja. Maar niet meer zozeer bijvoorbeeld een training bij Sarno of zo. Nou, op zich ook wel. Sarno is helaas overleden inmiddels, maar er zijn wel veel boeken die ik blijf lezen. Dus ook in het vliegtuig heb ik nog een heel boek zitten lezen over de relatie tussen lichaam en geest. Ik heb er ook een paar meegenomen op vakantie vorige maand. Mm-hmm. Dus daar blijf ik gewoon mee aan de slag. Ik volg daar ook online van alles van. En blogartikelen. En soms zit ik zelfs nog de wetenschappelijke publicaties door te neuzen. Te bestuderen. Want dat is ook iets waar ik vaak wel vragen over krijg. Dus dat is wat ik blijf doen. Wat ik ook de afgelopen 4 jaar nu 16 keer heb gedaan, is bijvoorbeeld een ayahuasca-ceremonie. Nou, dat is ook best heavy shit. Ja, maar tijdens zo'n ayahuasca-ceremonie krijg ik dus een behoorlijk goede kijk in mijn eigen onderbewustzijn. En dan ga ik daar soms met een intentie in ook om daar nieuwe inzichten uit te halen op dat gebied. Hmm. Of om een nieuwe techniek te leren die ik met mijn handen kan toepassen. En ook dat is een aantal keer gebeurd. Hmm. Kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n techniek dan die je hebt geleerd? Ja, dus wat er dan bijvoorbeeld is gebeurd is, ik voel tijdens die ceremonie letterlijk alles in mijn lijf, iedere cel. Ja. En mijn bloed bijvoorbeeld door mijn aderen stromen. En dan waar ik mezelf op betrap is dat ik dan ga voelen in mijn eigen spieren. Dus ik ga zitten palperen en ik kom bijvoorbeeld een verkrampingje tegen. Mm-hmm. Nou, wat ik vervolgens dan op basis van wat kennis die ik heb over neurologie ging doen, dat is op zoek naar sensoren in de pezen. En dan zegt bijvoorbeeld een stemmetje in mijn hoofd die zegt van, hey, als je hier nu 3 keer achter elkaar tegenaan draait, dan reset dat ding. En dan lig ik dus in zo'n ceremonie, lig ik zo, en dan in één keer ontspant mijn spier. En dan heb ik een nieuwe techniek. Hm. Ja, want ik zag inderdaad op YouTube staan dat je zo'n, als je een triggerpoint aanpakt, ik zag dat je ook de spierspoeltjes dus eigenlijk en eromheen eigenlijk triggert. En toevallig ken ik dat dus uit de therapievorm die mij uit mijn depressie heeft geholpen. Mm-hmm. Dat heet PDTR, Proprioceptive Deep Tender Reflex. Mm-hmm. En die man die maakt dus ook, die is dus constant spiertesten aan het doen. Yeah. En hij checkt dus of het hypertoon is of niet. En als die hypertoon is, dan weet hij dat er ergens een blokkade in de meridiaan zit. Yeah. Nou ja, mijn knie was dus mega instabiel na mijn scopie. En blijkbaar had deze plek en mijn enkelbreuk mm-hmm. invloed op de hypertonie van mijn gluteus medius. Yeah. Je kent het niet. Waardoor mijn knie echt gewoon iedere keer gewoon alle kanten opzwiebelen, gewoon in dagelijks leven. Mm-hmm. En die gast die kon in 2 jaar, Gerben Hierik heette trouwens, hij komt uit Nijmegen. En hij helpt nu ook heel veel professionele voetbalclubs met blessures. Maar in 2 uur had hij zeg maar deze triggers gevonden en eruit gekregen door reflex te gebruiken. Mm-hmm. Neus. En één keer was verdwenen, maar hij deed dus het hele van die spiertestjes en dan weet je wel, dan ja. En dan even bij Jeroen Moïdius, en één keer als hij dan gezond is, dan zakt hij gewoon echt in als een trein, dat is bizar, ja. Is dat, jongen. Dus ik was echt super gefascineerd toen ik die techniek eigenlijk ook bij jou zag. Maar die heb jij dus uit een ayahuasca ceremonie meegekregen? Ja, sommige van de technieken, dus waar de meeste van de technieken waar ik mee werk op gebaseerd zijn, dat is in de eerste basis de locatie van de triggerpoint. Dus wat we eigenlijk altijd doen is eerst een triggerpoint zoeken en die gebruiken we dan niet als behandelpunt, maar meer als meetpunt of referentiepunt. Ah, dus om te kijken of dat wat we hebben gedaan heeft gewerkt. Net zoals een spiertest eigenlijk, gebruiken wij dus de drukgevoeligheid van de verkramping in de spier. En vervolgens, ja, ik heb zelf al meer dan 100 verschillende technieken om één zo'n plek dan te laten ontspannen. Ik doseer er een stuk of, ik geloof dat er 14 zijn in de basistraining. Mm-hmm. Maar in feite zit er bijna altijd in de buurt van zo'n plek zit er wel een uitknop. En soms ook heel erg remote. Dus er zijn ook plekken, bijvoorbeeld op je voet, dat als je daar overheen draait, dan ontspant je monniskapsspier. Mm. Of op je enkel, dat als je daar iets mee doet, dan wordt je schouder beter. Nou, zo zijn er zoveel van die verbanden, bijvoorbeeld via meridianen, die we kennen uit de Oosterse geneeswijze.
Een kleine blokkade in een meridiaan kan bijvoorbeeld op jouw, die op jouw voet zit, die kan dus veel hoger in de lijn een symptoom of een verstoring geven. Mm. Dus ook op die manier kunnen we blokkades verwijderen. Maar nogmaals, we gebruiken dus de trigger points meer als meetpunt, niet als behandelpunt zoals bij dry needling of bij trigger point massage. Ja, oké. Okay. Oh, grappig dat je dat uit zo'n ayahuasca ceremonie meekrijgt. Maar het is inderdaad, ik heb het nog nooit gedaan zelf. Ik wil het wel heel graag ervaren. Ik heb wel met truffels wel ervaren wat je ook vertelt. Dat je echt iedere vezel gewoon zo in en in goed voelt. Je bent zo enorm aware. Je filters verdwijnen eigenlijk. Weet je wel, je krijgt denk ik veel meer perceptie. En dan, ik had het ook heel erg toen destijds als last van mijn elleboog voelde. Ik kreeg hier zo'n enorme druk in mijn bloedstroming. En ik heb ook wel, ik weet misschien heb jij dat wel eens meegemaakt, maar ik heb als ik truffels doe, zeg maar die bodyload, en dan krijg ik soms een enorme implosie in mijn hoofd, krijg ik een flits. Mm-hmm. En dat doet zoveel pijn in mijn hoofd. Heb je daar toevallig ervaring mee of wel eens over gehoord of gelezen of zo? Ja, ik heb wel eens per ongeluk gekregen doordat ik chocolaatjes van mijn voormalig huisgenoot heb gegeten. En dat waren geen gewone chocolaatjes. En dan herken ik wel dat gevoel wat je nu omschrijft. Wat waren dat dan? Ja, daar zaten allemaal psychedelica in. Ik weet alleen niet welke. Okay. Maar toen ik hem schreef dat ik ze allebei op had gegeten in één keer, toen viel hij bijna van zijn kruk. Ja? Dus dat was niet de bedoeling. Dat was de bedoeling dat je daar een heel klein stukje van afbrak en dan op zou eten. Ik heb er toen eens een keer een hele nacht op moeten spacen helaas. Ja, oké. Ja. Nou, het is wel behoorlijk onprettig, maar ik heb nu ook, omdat ik wat meer me verdiep in hetgeen waar jij dus mee bezighoudt, dat ik van ja, kan het daar doorkomen? Is er iets wat me heel erg, waar ik heel erg aan vastkramp? Iets waar ik niet wil loslaten? Iets wat ik nog niet weet wat ik heb? En ik heb heel erg het gevoel dat, tenminste nu is dat een gedachte die ik heb. Als ik dat ervaar. Maar verder heb ik juist wel het gevoel dat ik heel makkelijk gewoon, als je me iets vraagt, dan wil ik graag een antwoord geven. Omdat ik graag zeg maar, ik wil juist die openheid, die verlichting voelen. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Heb jij voor het gevoel ook van ceremonie 1 tot en met 16, wat is zeg maar daar de ontwikkeling in geweest voor jou? Hoe vergelijk je de eerste nu met de 16e ceremonie die je hebt gehad? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn allereerste ceremonie die was echt heel heftig. Ik was niet zo goed voorbereid. Dat werd, hoe bereid je je voor dan op zo'n ceremonie? Nou ja, je zou bijvoorbeeld jezelf iets, je zou een beetje in kunnen lezen. Dat je weet wat je ze bijvoorbeeld zou kunnen verwachten. Of dat je zou je aan een bepaald dieet kunnen houden, waardoor je lijf wat, ja, ik wil niet zeggen meer voorspelbaar reageert, maar wat wel veiliger zou zijn. Wat ik mijn allereerste keer had gedaan wel, dat was sapvasten. En dat is wel iets wat vaak wordt aanbevolen, maar daar wordt een lijf extra gevoelig van. Mm-hmm. Nou, dus dat heb ik gemerkt. Ik was op een gegeven moment in een soort van matrix terechtgekomen tijdens de eerste ceremonie. Dat ik serieus met volle overtuiging dacht, oké, ik ga dus nooit meer wakker worden. En dit is gewoon nu de dimensie waar ik vanaf nu in ga leven. Dat was wel echt mooi. En dat ik op een gegeven moment, ik heb een halve kamerplant opgegeten tijdens die ceremonie. Smaakte verschrikkelijk goor. Ik heb hele bizarre dingen gezien waarvan ik achteraf, dat ben ik achteraf op gaan zoeken en dan bleek nog te kloppen ook. Van informatie die ik niet eens kon weten. Mm. Dat was heel bizar. Ik heb een hele kijk in de meest donkere kant van mezelf gekregen. En dat ik dan letterlijk het gevoel had dat ik door een hel liep. En dat er dan een stemmetje kwam die zei van, if you're going through hell, keep on going. En dat ik dan daarop heel erg over moest lachen en dan was ik er in één keer weer uit. En dat ik dus een hele, dus bij mij was het een mega rollercoaster van emoties destijds. En dat was dus mijn eerste keer. Dat was echt bizar. En de keren daarna was veel milder. En dacht ik wat je dacht na de eerste keer, dank je. Ja, dus, maar wat dus op zich ook al interessant was, volgens mij was het de derde keer of de vierde keer dat ik het deed. De derde keer was het dan heel relaxed en er kwamen er helemaal geen triggers meer omhoog. Was het gewoon een soort van wonderlijke
ervaring waarin ik heel veel verbinding had met mijn hart en met alle andere levende dingen hier op de planeet. Mm. En toen in één keer werd ik teruggehaald naar een situatie van vroeger, toen ik 11 was, dat ik op een hele lullige manier mijn vriendinnetje van toen had gedumpt. En ik had letterlijk 18 jaar geen seconde meer aan het meisje gedacht. Mm. En toen kreeg ik gewoon dat beeld alsof het gisteren was gebeurd en dat ik mijn excuses moest aanbieden. Want daar had ze nog last van. Hmm. En, had ze daar ook nog last van? Heb je dat ook gedaan? Ja, dat bleek dus achteraf dat ik heb er toen een bericht gestuurd op Facebook. Heel verhaal getypt van dat niet alle mannen eikels zijn. En wat ik dus had ervaren. En een maand later kreeg ik een reactie dat ze daar heel blij mee was. Hmm. Dat was dus niet voor niks geweest. Nee. En het grappige is, ik had fysiek nergens last van toen ik die ceremonie deed. Maar nadat ik dat bericht had gestuurd en vooral nadat ik die reply kreeg een maand later, viel er in één keer 10 kilo spanning van mijn schouders af. Hmm. Dus ik dacht dat dit helemaal goed was, maar dat was dus mijn baseline. Ja. En daarna was het veel zachter. Ja, ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe dat proces gaat verlopen. Want ik heb binnenkort een afspraak met een hypnotherapeute. Oké, cool. En ik wil heel graag nog aan de slag met Alex. Ja. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe mijn lichaam zich dan gaat voelen, hoe ik me ga voelen en wat ik daar allemaal van kan delen aan de rest van de wereld. Dus ik ben echt super benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd hoe... het sowieso altijd verschilt het enorm per persoon hoe een lijf erop reageert. En we hebben echt de meest bizarre dingen gezien. Hmm. Ik heb bijvoorbeeld een keer een cursus gegeven. En er zat een therapeut en die had een nekwervel, die zat gewoon echt niet goed. Mm. En die doet gewoon een oefening en ik zit alles weer op zijn plek. Botstukken kunnen gewoon weer op een plek komen te zitten op het moment dat een bepaalde emotie wordt losgelaten. Mm. Dat soort gebeurtenissen heb ik nu zo vaak gezien dat het voor mij heel normaal is geworden. Ja. Maar voor iemand anders is het... haast niet te geloven. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe je lijf erop gaat reageren. Ook, ik ook. Ja. Verder, ja, we hadden het al over je gewoontes, om even naar het einde toe te spitsen. Je hebt in principe ook al wat punten gegeven voor mensen die dus nu met blessures kampen, waar ze zich eventueel in zouden kunnen verdiepen en dat ze ook langs kunnen komen voor zo'n gratis intakegesprek. Ja. Meestal doen ze telefonisch trouwens, dus dan hoef je niet eens de deur uit. Okay. De afstand is dan ook sowieso eigenlijk niet de bepalende factor. Mm. Want als je het dan gaat doen, zo'n programma, dan hoef je maar meestal 3 keer langs te komen. Okay. Dus dat is ook wel goed om te weten. Dat is ook wel fijn. Dan heb ik nog een paar vragen voor jou. Allereerst, als we 5 van jouw beste vrienden opbellen en vragen, hey, wat is Tim's superpower? Wat zouden ze dan zeggen? Ik heb niet eens 5 vrienden. Nee. Wat zouden ze dan zeggen? Ja, ik heb het toevallig eergisteren op mijn Facebook heb ik een video geplaatst. En ik heb gevraagd van als je mij in 3 woorden zou mogen omschrijven, wat zou het dan zijn? Mm-hmm. Eentje die heel vaak naar boven kwam, dat was het woord inspirerend. Ik denk dat ik best goed in staat ben om mensen... letterlijk ook wat leven in te blazen en om ze te inspireren om bijvoorbeeld voor zichzelf te kiezen. Dus dat is eentje. Waar ik denk ik ook goed in ben als een soort van superpower, dat is het synthetiseren van informatie. Dus stel we hebben 10 verschillende bronnen van informatie, hoe ik die samen kan voegen tot 1 ding. Dus dat is denk ik een superpower. Mm-hmm. Waar ik ook erg van in een flow raak en merk dat ik resultaten mee boek, dat is een coaching sessie geven. Vooral op het moment dat ik tijdens mijn hoofdtraining in de Triggerpoint Reset methode bijvoorbeeld van die Byron Katie-achtige coaching zou moeten geven aan zo'n therapeut. Mm-hmm. Dan heb ik echt het gevoel alsof dat gewoon van boven ergens door mij heen komt. En dat ik daarmee mensen dus doorbraken kan geven of op een totaal andere manier naar een situatie kan laten kijken. Dus dat is denk ik een superpower. Wat andere mensen zouden zeggen en vooral mijn
klanten ook, maar ook mijn vrienden. Dat is dat ik dan met mijn handen heel snel bijvoorbeeld een triggerpoint uit kan schakelen. Alleen ik zie dat niet echt als een superpower. Dat is echt gewoon een aangeleerde skill waar ik volgens mij helemaal geen talent voor heb. En uiteindelijk, als je er genoeg tijd en energie in stopt, dan wordt het uiteindelijk een superpower. Ja, dat is waar. Maar ook als ik ermee stop, en dat ben ik dus... Ik heb nu al 1,5 jaar geen patiënten meer gehad. Ik geef alleen nog behandelingen tijdens mijn trainingen aan therapeuten. Ik merk wel dat ik sommige delen van het fingerspeechgevoel, dat ik dat wel begin te verliezen. Of dat ik nu moet nadenken over, oh ja, hoe doe ik dat ook alweer met die knie of met die schouder of wat dan ook. Ja. Dus dat is wel een dingetje. Maar andere superpowers... Ik denk dat ik uitgesproken durf te zijn. En dat is iets wat heel veel collega's absoluut niet durven of doen. Mm-hmm. En dat is wel iets wat mij onderscheidt, denk ik. Oké. Okay. En waar ben je bang voor? Waar ik bang voor ben. Het zijn er een paar, denk ik. Een van mijn grootste angsten, dat is kritiek via massamedia. En dat betekent dat als ik eens een keer in een praatprogramma zou komen of zo, dat het dan dusdanig belicht wordt vanuit de verkeerde kant of met de verkeerde intentie, dat in één keer het grootste gedeelte van Nederland mij een kwakzalver zou vinden, in plaats van het tegenovergestelde. En dat is iets wat ik met sommige andere mensen heb zien gebeuren. Dat als die nu gegoogeld worden, dat er dan hoofdzakelijk negativiteit over te vinden is. Dus dat zou wel iets zijn wat enorm zonde zou zijn. Ik denk dat ik daar zelf emotioneel gezien of qua mindset juist wel heel veel kracht en les uit zou halen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor het verspreiden van de kennis enorm slecht zou zijn. Dus dat is iets waar ik wel bang voor ben. Waar ik ook bang voor ben, dat is dat er ooit iets met me gebeurt. Dus bijvoorbeeld, vroeger was het dan, ging ik richting een burn-out. Maar er kan natuurlijk van alles gebeuren. Dus ik zag toevallig recent in de Brotherhood waar ik zit, dat er eentje vorige week gediagnosticeerd is met een hersentumor. Een andere die kreeg een hartaanval. Weer een ander een auto-ongeluk, een ernstige. En dat kan dus ook zomaar gebeuren. En dat waar ik vroeger echt bang was om dood te gaan, ben ik nu door die ayahuasca-ceremonies niet meer bang voor het daadwerkelijke doodgaan. Maar wel voor dat ik niet het maximale uit mijn leven haal. Dus ik ben vooral bang voor dat ik te weinig tijd heb om alle dingen te doen die ik wil doen in mijn leven. Die ik wil bereiken, wat ik wil veroorzaken. En dat de tijd gewoon te snel vliegt. Wanneer heb jij dan het maximaal uit je leven gehad? Ik denk niet dat het is een hele moeilijke vraag, ja, Matthijs. Dat klopt, ja. Nou, misschien kan ik hem in stukjes knippen. Waar sta je over 5 jaar? Nou, op die manier. Een van de dingen die ik wil veroorzaken is dat de methode, of in ieder geval de manier van werken met behulp van trajecten, waarbij er veel aandacht is voor mind-body coaching en voor zelfverantwoordelijkheid van de cliënt, dat een nieuwe standaard wordt, te beginnen in Nederland. Mm-hmm. In plaats van dus dat het richting medicatiegebruik gaat bijvoorbeeld, en alleen maar hele korte sessies waarin oppervlakkig symptoombestrijding wordt gedaan. Dus mijn doel is ook al wel over 5 jaar dat straks vrijwel iedere huisarts gewoon wel hiervan gehoord heeft. En dat we met behulp van de marketing omnipresent zijn geweest, zoals dat heet. Gewoon letterlijk overal zichtbaar, dat je er niet meer omheen kan. En dat het de nieuwe standaard wordt. Mm-hmm. Een van mijn cursisten die zei ooit, dit is de nieuwe standaard in Europa. En dat is wel een van de doelstellingen die ik heb, dat het dus gewoon vanzelfsprekend wordt. Dat je dus gaat kijken naar bijvoorbeeld je onderbewuste. Dat als jij last hebt van je rug, dat je eerst eens een boek gaat lezen daarover. En wat filmpjes kijkt voordat je pijnstillers neemt. Of misschien zelfs überhaupt naar een witte jas gaat.
En, want daar zit gewoon een heel groot verschil in. Ja. Hoe het kan versus hoe het nu gaat. Mm-hmm. En over 5 jaar dan wil ik een leger aan ontzettend goed getrainde therapeuten hebben. Waar ik iedereen gewoon met een gerust hart naar toe zou kunnen doorverwijzen. En onze missie is om Nederland pijnvrij te krijgen. En om Nederland het meest bewuste land ook ter wereld te maken. En ik denk dat daar een hele grote missie ligt. En dat als we daar niet volle bak voor gaan, dat het ook de verkeerde kant op gaat nu. Dus ja, dat is wel zeker iets voor de komende 5 jaar. En uiteindelijk, ik ook privé gezien, ik hoop bijvoorbeeld ooit vader te worden. Nou, dat is ook wel iets wat ik binnen 5 jaar van nu zou willen. Ook typisch zo'n ding waar de tijd dus tikt. Mm-hmm. En ja, god, wat zou ik nog meer... Wat heb ik allemaal voor doelstellingen? Ik heb er een heleboel. Letterlijk op alle gebieden van mijn leven. Maar over 5 jaar dan verwacht ik wel dat ik de beste versie van mezelf ben. Dan zal je ook iemand tegenover je hebben zitten die eruit ziet als een soort van atleet. En dan denk ik dat ik ook zeker helemaal in abundance leef. Dus dat ik wil gewoon alles kunnen doen wat ik graag wil doen. Mm-hmm. En op een grote schaal mensen inspireren. En met grote schaal bedoel ik niet een paar duizend mensen, maar dan wil ik gewoon een reclame tijdens de finale van de Champions League. In plaats van de pijnstille reclame, dan wil ik gewoon dat er iets gepromoot wordt op het gebied van natuurlijke gezondheid. Hmm. En dat moet wel haalbaar zijn binnen 5 jaar. Oké, cool. Dan de laatste vraag. Die heb ik gestolen van Ron de Wiel, dat is mijn favoriete podcast. Oké. Je krijgt een telefoon, een magische telefoon. Ik geef hem nu zo aan je. Ja. En jij kan nu in één keer de 20-jarige Tim bellen. Hij neemt ook op. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Nou, ik heb toevallig dus 2 maanden geleden een zogenaamde zielsreportage laten maken door de zus van mijn vriendin. En zij stelde ook allemaal van dat soort vragen, maar zij heeft een gedicht geschreven voor mij, wat ze door had gekregen. En in een van die zinnen van dat gedicht, wat ik gisteren heb uitgepakt als cadeautje, daar stond zoiets als houd van jezelf. En ik denk dat iets is wat de Tim van 20 jaar geleden niet echt erin had zitten bij zichzelf. Dus dat die ging continu op zoek naar dingen buiten hem. Mm-hmm. In plaats van dat hij verbinding ging maken met zijn hart. En ik denk dat ik dus zou zeggen tegen de 20-jarige zelf, hou van jezelf en geniet van het moment. Want ook dat is iets waar ik nog zeker een hele weg in te gaan heb. Maar daar had ik liever 20 jaar geleden mee begonnen dan nu. Oké. Okay. Check. Nou. Mega bedankt voor je tijd, Tim. You're welcome. Mensen kunnen jou dus vinden op triggerpointresetmethode.nl. Ja, dat is een van de URL's die werkt. De domeinnaam die ik vanaf het begin heb gehad, dat is triggerpoint-therapie.nl. Mm-hmm. Alleen eigenlijk geven we dus geen triggerpoint therapie, dus het is een slechte naam, maar triggerpointresetmethode.nl. Dan kom je ook op dezelfde website. Okay. Nog makkelijker onthouden misschien painreset.com. Painreset.com, check. En ja, op Facebook is het ook triggerpoint resetmethode. Dus dat is, vindbaar. YouTube ook zoiets. Volgens mij heet hij ook zo. En je heet volgens mij op YouTube weet je gewoon Tim van Oorschouw. Elke dag zou ik kunnen. Ja. En op Instagram ook. Ja. Nou, is goed. Nou, dan sluiten we nu af.